ja, prachtig. Het is nog niet helemaal uit, maar dat wisten we. Maar we konden eigenlijk niet wachten. De intensie van het licht en de weerspiegeling van de bomen. Dat is echt heel mooi. De Japanse kersen in het bloemenpark staan weer in bloei. Tot groot plezier van de eerste bezoekers. Toch is het Amsterdamse bos nog niet helemaal klaar voor het grote publiek. De bloesemperiode is eigenlijk altijd eind maart, begin april. Nou ja, hij is dit jaar wat eerder en dat komt dan waarschijnlijk wel door de warme winter die we afgelopen jaren hebben gehad. Nou, dat heeft voor gevolgen dat we toch even op stel en sprong de afgelopen weken van alles moesten regelen. Je ziet dat het pad is opnieuw aangelegd, maar bijvoorbeeld ook deze, de wc's die zijn er nog niet. De toiletten die we altijd aanbieden namens de gemeente of namens het Amsterdamse Bos, die komen aankomende vrijdag pas. En daar zit best wat haast achter, want komend weekend stroomt het park weer vol met natuurliefhebbers, picknickers en Instagrammers. Vorig jaar kon je op de drukke dagen kon je over de hoofden lopen. En dat houdt in dat je gewoon moeite moet doen om het park in te komen. Maar als je helemaal erin bent, kan je wel lekker tussen de bomen doorlopen en toch nog wel genieten van het Bloesempark. Picknicken mag zeker, geniet ervan, doe het vooral. Maar het mooiste zou zijn als iedereen zijn spullen weer mee naar huis neemt. Of in de daarvoor bestemde bakken deponeert. Dus hou rekening met elkaar. En ja, kom lekker op de fiets. Vanmorgen kwam ik hier om, nou, het was vrij vroeg. 6:30 of zo. Toen had ik het hele Bloesempark voor mezelf. Ja, en dat is dan ook wel een tip. Mag je het hier willen genieten zonder mensen, kom vooral vroeg. En door de weekse dagen. Dan heb je de meeste kans om, ja, om het hier rustig aan te treffen.